En dan moet ik de opname starten natuurlijk. We zullen deze webinar opnemen. En op die manier kan je de webinar nog eens opnieuw bekijken. Als we jou die doorsturen, klik zeker eens op de knop meer weergeven. Dat is in ons YouTube-kanaal. Dus op die knop meer weergeven ga je dan een overzicht krijgen van de webinar in hoofdstukjes en topics opgedeeld, zodanig dat je dan snel naar jouw specifieke item kunt gaan. Het aspect waarom routes printen of afdrukken en waarom nog steeds routes printen en afdrukken, wel, er zijn nog heel wat redenen toe. Wij dachten 18 jaar geleden dat we dat nog 2 jaar of zoiets zouden moeten doen, maar wij zien jaar na jaar dat er nog steeds een groot aantal afdrukken gebeuren. Om u een idee te geven, vorig jaar alleen hadden we meer dan 800.000 afdrukken op routes. Dus het is nog zeer populair om routes af te drukken. Ja, de reden waarom is wel eerst en vooral, het is een robuuste manier om een afgedrukte route bij te hebben. Als jouw smartphone valt of jouw GPS valt zonder batterij, dan heb je nog altijd papier. We zijn het ook gewoon en het is een heel handige manier om informatie te bekijken en ook informatie door te geven. De toepassingen daar zijn enerzijds eigen gebruik van afdrukken van een route, maar ook voor evenementen zoals je hier ziet, worden grote posters geprint. Of gewoon om promotie te maken als een foldertje, of om informatie te koop aan te bieden. Als je bijvoorbeeld voor een goed doel een evenement maakt, dan ga je zien dat wij ook gidsen aanbieden en die gids kan je misschien te koop aanbieden. Dit is een voorbeeldje van een aantal mensen, inclusief wij zelf, die boekjes gemaakt hebben met in die boekjes de routes en de QR-codes. Hier is een tweede voorbeeld van Thibaut, die een boekje gemaakt heeft voor een goed doel met daarin de routes. En dat gaan we je straks ook laten zien. Hier nog een voorbeeldje van Ben Ros, die in Enschede een set van routes gemaakt heeft. Of liever in de regio van Twente, met telkens de routekaart erin met een QR-code die jou toelaat rechtstreeks naar smartphone te gaan en die route te navigeren, wat superhandig is. Dus op die manier kan je ook gebruik maken van routeafdrukken. We hebben een hele reeks verschillende type prints die Reen zal toelichten. Eerst en vooral hebben we een overzichtsafdruk, zoals hier, waar je letterlijk een overzicht van de route krijgt op één A4'tje, of dat kan zelfs een A0 zijn. We hebben ook een roadbook dat meer geschikt is om turn-by-turn navigatie met de volledige beschrijving van de route met straatnamen te bekijken. Dan is er ook nog een gids en er is ook nog een strip. Maar die vier type prints zal Reen jou zo dadelijk gaan toelichten. We hebben ook heel wat printopties. Dus bij het printen kan je eigen layout gaan kiezen, een eigen achtergrondkaart. Je kan bij de content kan je gaan bepalen de kleur van de route, maar ook de points of interest die er al dan niet op staan en het hoogteprofiel. Dus heel die layout kan je een heel eind gaan tunen. Wij kunnen dat ook voor jullie opzetten. We gaan ook zien dat je zelf print branding kan doen, waarbij je jouw eigen logo of een banner van jouw sponsors kan gaan mee aanbieden, zodanig dat voor jouw evenement is. Wij kunnen dat voor organisaties consistent maken. Dat wil zeggen dat al jouw routes op een gelijkaardige manier zullen afgedrukt worden. Dat is ook een optie die we kunnen aanbieden en we zullen die ook straks nog toelichten. Als dat niet voldoende is, hebben we nog een professionele cartografieafdeling die kaarten op maat maakt voor evenementen zoals je ze ongetwijfeld kent van Flanders Classics of van Peloton, om er maar een paar te noemen. Daar bieden wij de optie aan om cartografie op maat te maken. Maar je zal deze namiddag zien dat dat voor een groot stuk zelf kan. Zelf, dat kan je, dat zit in onze premium account. Je kan al heel wat met de basisaccount, maar met de premium account mikken wij op clubs en organisaties die dit soort zaken willen gaan aanbieden. En ik geef het graag al mee. Een premium account kan je al van 16, 70 euro per maand krijgen. Dus we zullen deze namiddag de voorbeelden ook demonstreren met een premium account.
Dit is de agenda voor deze namiddag. Rain ligt eerst en vooral de eenvoudige basisprints toe. En dat kan je ook met een gratis account. Maar de geavanceerde toepassingen die we zullen laten zien verderop, die doen we met dus een premium account. Er zijn heel wat printopties die je dan kan gebruiken, wat Rain zal toelichten in het eerste hoofdstuk. Dan laat ik in hoofdstukje 2 zien hoe je points of interest of bezienswaardigheden, simpelweg bolletjes langs jouw route, hoe je die al dan niet op de print kan zetten. We gaan dan in deeltje 3 kijken hoe je jouw eigen print branding kan doen en custom print branding. Als hoofdstukje 4 gaan we kijken hoe je een kaartafdruk die wij genereren ook nog zelf kan verwerken in een boekje. We gaan dat doen simpelweg met Google Docs, omdat dat gratis ter beschikking is. Maar we gaan ook kijken naar Google Draw of een ander tekenpakket waar je nog zelf jouw kaart kan bewerken. Hoofdstukje 5 bekijken we dan om meerdere routes op één kaart af te drukken. En dan geef ik nog toelichting in hoofdstukje 6 en 7 over kaarten embedden, royalty-vrij routes of kaarten gebruiken. En hoe je ook een kaart op maat kan laten maken. Daar geef ik ook graag een voorbeeldje van. Dat zal niet voor de meesten onder jullie zijn, maar als je een professionele organisatie bent, weet dan ook dat we dit kunnen aanbieden. Een vol agenda voor deze namiddag, dus ik ga snel over naar Reen om het eerste deeltje toe te lichten: printen. Ja, ik ga mijn scherm delen. Als het goed is, kunnen jullie nu de homepage zien? Ja, dat klopt. Ja, super. Goedemiddag iedereen, ik ben Reen en ik zal dus het eerste deel van deze demonstratie voor mijn rekening nemen. En dat gaat over de basisprintopties. Waar kan je die vinden en welke zijn dat en waar zijn ze vooral nuttig voor? Goed, om te starten ga ik snel even met jullie een route zoeken. Ik had al een voorbeeldje uitgezocht van een interessante auteur, zijnde Willem van den Hamelen. En ik kies hier ook even voor de optie knooppunten, zodanig dat we zeker een knooppuntenroute hebben. En dan komt er hier al eentje tevoorschijn. En met deze route kan ik jullie perfect alle afdrukmogelijkheden demonstreren. Goed, je ziet hier nu de detailpagina van een route en van hieruit kan je dus een traject gaan afdrukken. Waar of hoe kan je dat doen? Wel, je ziet hier in de linker informatiekolom dat dit geheel beweegt, maar dat we hier onderaan een balk hebben met wat wij noemen de sticky buttons. Dus deze blijft altijd op dezelfde locatie staan en begeleidt jou eigenlijk naar de gebruiksmogelijkheden van een route. Hier onderaan vind je dan de knop afdrukken en via deze knop kan je naar de verschillende afdrukmogelijkheden gaan. Klik ik deze aan, dan komen ze daar tevoorschijn. We hebben vier basisopties: de overzichtskaart, het roadbook, de gids en indien een route gemaakt is met een knooppuntrotering, ook de knooppuntenstrip. Deze extra's licht ik straks nog even toe. Goed, zullen we dan starten met de overzichtskaart? Goed, je kan dit eenvoudig aanklikken. En wanneer je dit gaat aanklikken, dan kan je meteen gaan downloaden. Ik klik verder voor de rest niets aan. Ik overloop eerst kort met jullie wat die verschillende mogelijkheden zijn. Heb je deze download aangeklikt, dan wacht je een paar seconden en dan kan je die voor jou on the spot gegenereerde PDF gaan downloaden. Zo, voilà, hier heb ik hem dan, de overzichtskaart. Wat kunnen we terugvinden op deze overzichtskaart? Wel, verschillende items. Standaard vind je hier uiteraard de kaart met daarop het traject afgebeeld. Daarboven zie je het hoogteprofiel weerkeren. Zowel op de kaart als op het hoogteprofiel zien we de bezienswaardigheden verschijnen. Daarboven heb je dan nog eens wat beknopte informatie over datzelfde traject, namelijk lengte, stijgingsmeters, moeilijkheidsgraad en dan ook start- en eindpunt, die in dit geval hetzelfde zijn. Helemaal bovenaan vind je dan terug over welk type route het gaat en daarbij ook waar die route gelegen is, het aantal sterren, de titel en wie de auteur is. En absoluut ook niet onbelangrijk. Is hier ook rechtsboven die QR-code die we jou meegeven, die meteen ook de link vormt tussen de papieren versie
en de digitale versie van datzelfde traject. Immers ga je deze QR-code scannen, dan zal je de route kunnen openen op jouw smartphone of tablet, of waarmee je dan ook gaat scannen. Goed, die overzichtskaart die doet natuurlijk letterlijk wat, of hoe die benoemd is, zijnde jou een overzicht geven van het traject. Deze kaart is vooral interessant, bijvoorbeeld voor publicaties of om posters te maken om bij je evenement op te hangen. Je merkt dat als het gaat om deze kaart te gebruiken op het terrein om effectief te gaan navigeren, dat het dan wel wat moeilijker wordt. Heb je een traject van rond de 5 kilometer, dan zal dat misschien nog net gaan, maar hier zitten we al aan de 57 kilometer. En dit is goed als ondersteuning, zeker in combinatie met de knooppunten. Maar stel dat het hier nu niet om een knooppuntentraject ging, wel dan zou dit om echt te navigeren een beetje moeilijk zijn. Geen probleem, we hebben daarvoor een volgende oplossing. Ik klik dit even toe, ik ga terug naar afdrukken, ik klik de overzichtskaart toe en ik ga naar de volgende optie, zijnde het roadbook. Hetzelfde principe, je klikt het aan, je klikt op de knop downloaden. Het systeem gaat aan de slag en bereidt voor jou on the spot een afdrukformaat voor. We doen dat on the spot, omdat we dan telkens zeker zijn dat je de laatste versie van het traject in jouw print hebt. Het roadbook, dat is verschillend van de overzichtskaart. En dan wel in de volgende zin, dat de kaart wordt opgedeeld in veel meer detailkaartjes. Dus je gaat meer detail krijgen en op het einde van het document krijg je ook een instructielijst te zien. Over die detailkaartjes, voor we de detailkaartjes bekijken, zien we hier ook weer aan het begin de beknopte praktische informatie verschijnen. Titel, auteur, lengte en dergelijke meer. En ook een kleine legende, aangezien deze gedetailleerde kaartjes wat meer informatie bevatten, als zijnde ook een indicatie van de steilheid van een beklimming of van een afdaling. En ook hier weer de QR-code om vlotjes te schakelen tussen de papieren versie en de digitale versie. Goed, die detailkaartjes, hoe werken die? Wel, ze zijn genummerd, hier links bovenaan, 1, 2, 3, 4 en zo verder. En eigenlijk start je hier bovenaan bij 1, je volgt de pijlen tot je niet meer kan. Hier wordt het traject op het allereinde een beetje rood en val je eigenlijk van kaartje 1 af. En daar waar je van kaartje 1 afvalt, daar moet je eigenlijk verder gaan op kaartje 2. En zo gaat dat verder, hier val ik eraf. En eigenlijk moet ik dan naar kaartje 3 bovenaan en verder de pijltjes volgen en zo verder. Als ik al deze kaartjes zou uitknippen en aan elkaar plakken, en ik heb dat even al beginnen doen, dan zie je dat hier, oei, dan eventjes anders uitzoomen, dan zie je dat hier eigenlijk uiteindelijk de overzichtskaart als het ware zal verschijnen. Ik heb hier kaartje 1, daaraan geplakt kaartje 2 en zo zie je hoe het eigenlijk verder gaat. Mocht ik die volledige puzzel leggen, dan zullen we eigenlijk zien verschijnen hetzelfde traject als dat we hier zagen op de overzichtskaart. Maar hier dus met het voordeel dat je hier veel meer detail ziet op die kaartjes. Je ziet hier de straatnamen, je ziet hier beter waar je een afslag en dergelijke moet nemen, waar zich de bezienswaardigheden gaan bevinden en dergelijke meer. Zoals gezegd, heb je bij het roadbook ook op het einde een lijst met de instructies die jou onderweg moeten ook op het rechte pad of beter gezegd op het juiste pad houden. Die instructies die bevatten informatie over hoeveel kilometer je afgelegd hebt op het moment dat je die instructie zou krijgen. De instructie zelf, een icoontje die jou aangeeft wat de instructie inhoudt. Na hoeveel tijd je deze mag verwachten en wanneer je een volgende instructie mag verwachten. Dit is ook de basis voor wat we dan in de app eigenlijk onze turn-by-turn navigatie noemen. Maar op deze manier kan je dus ook zonder digitale ondersteuning met die instructielijst op het terrein aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld ook heel interessant zijn in combinatie tot evenementen en dergelijke. Als je die gaat voorbereiden, is het een interessant document
om mee op het terrein te gaan en eventueel notities te maken voor verandering en dergelijke. Dus het routeboek tegenover de overzichtskaart, veel interessanter om mee te nemen op het terrein. En veel meer detail en instructies worden hierin meegegeven. Maar we zijn nog niet uitgepraat, want de meeste routes op Routio die zijn ook verrijkt met interessante informatie onderweg. Dat kan gaan van praktische items zoals restaurants, zitbanken, naar culturele items, naar transportinformatie, naar natuurindicatie. Allemaal zaken die je kan tegenkomen onderweg, die gelinkt zijn aan jouw traject en die dus bijzonder interessant zijn. Ook deze wil je misschien meenemen op het terrein en dan komen we automatisch bij onze derde basisopties als het over printen gaat of afdrukken gaat en dat is eigenlijk de routegids. Ook hier weer hetzelfde principe. Ik kan dit openklikken en gaan downloaden en het systeem gaat nu aan de slag om on the spot een gids van mijn traject te maken. Die gids die gaat dus ook de informatie die bij je route gekoppeld is ook meenemen en wegschrijven. En eigenlijk meteen een routeboekje, een routegids. Hier verschijnt hij dan. Wat omvat deze routegids? Wel, je hebt hier een startpagina met daarop de titel, de auteur van het traject, wat beeldmateriaal gebaseerd op de bezienswaardigheden. En dan daarna volgt dan bijvoorbeeld de overzichtskaart opnieuw. Hier met een indicatie ook van de knooppunten waar je bezienswaardigheden kan vinden. Je ziet dat we die hier nu wat gaan bundelen. Zo zie je hier bijvoorbeeld 4 met in het rood een nummertje 3. Wel, dat nummertje 3 is eigenlijk een indicatie dat op deze locatie 3 bezienswaardigheden te vinden zijn. We bundelen die in één icoontje, omdat het geheel anders niet goed leesbaar meer zou zijn. Na dit overzichtskaartje volgt dan een hoogteprofiel, een vrij gedetailleerd hoogteprofiel. Daarvoor moet je in principe jouw document gaan draaien. We hebben dat hoogteprofiel in de andere richting geplaatst, zodanig dat we van een optimaal bladgebruik kunnen spreken en dat we de nodige detail kunnen meegeven. Daarachter volgt dan eigenlijk een beschrijving, hier opnieuw wat praktische informatie, titel, score, lengte en dergelijke meer, de routebeschrijving door de auteur en daarna dan de bezienswaardigheden in de volgorde dat je ze zal tegenkomen langs heen jouw traject. Dat is dan telkens, als die beschikbaar zijn, wat foto's of beeldmateriaal, gevolgd door de beschrijving die bij dat specifieke punt of bij die bezienswaardigheden hoort. Zo zie je dat dit eigenlijk een volledig boekje is die je kan meenemen op het terrein. Gaan we helemaal door naar het einde, dan vinden we hier opnieuw die QR-code die dus ook hier zorgt voor een link tussen de papieren versie en de mobiele versie. Die routegids, ook als jij van zodra dat jij een route gaat plannen en opslaan, heb jij ook toegang tot al deze verschillende afdrukmogelijkheden. Je zag hoe ik in het begin bewust koos om een knooppuntroute te vinden. Wel, is dit een route die uitgestippeld is met een knooppuntroutering, dan zal hier nog een vierde optie verschijnen, namelijk de knooppuntenstrip. Dat is uiteraard interessant voor zij die met knooppunten op het terrein gaan, want dan krijg je eigenlijk een opsomming van de knooppunten die je dient te volgen. We hebben daarin 2 versies, een verticale versie en een horizontale versie. Deze is bijvoorbeeld interessant voor de niet ongekende knooppunthouder. Deze kan interessant zijn om bijvoorbeeld op je stuurstang of zo te kleven. Wat omvat deze knooppuntenstrip, zowel de verticale als de horizontale versie? Wel uiteraard de opeenvolging van de knooppunten in de richting of in de volgorde dat je ze zal moeten tegenkomen wanneer je jouw route volgt, maar daarbij ook indicaties van kilometers of afstanden. Enerzijds heb je de afstand tussen 2 opeenvolgende knooppunten, dus in dit geval van 29 naar 31. Zal je zo'n 1,84 kilometer overbruggen, maar ook hier cumulatief de kilometers naarmate je langs het traject vordert. Ben je bij knooppunt 40, dan heb je in het totaal al een dikke 45 kilometer afgelegd. Dus ook hier een mogelijkheid om
de knooppuntenstrip te downloaden in geval het een route is die gerealiseerd is of gepland is met een knooppuntroutering. Je zag hoe ik met uitzondering van de knooppuntenstrip, hoe wij ook die QR-code hebben die op elke print verschijnt. Die QR-code die kan je ook rechtstreeks gaan delen met anderen. Die zit dus hier ook vervat onder die deelknop. En dan vind je hier die QR-code. Je kan ze hier gaan opslaan. En op deze manier kan je ze eigenlijk ook heel handig gaan gebruiken in publicaties. Stel dat jij een folder maakt of een boekje maakt. Dan kan je heel gemakkelijk, als jij niet zou gebruik maken van een van deze printopties, toch die QR-code gebruiken om opnieuw die link te maken tussen papier en het di digitale. Dus dit is een uitstekende manier om beknopt en op een eenvoudige manier info te delen met mensen die jouw publicatie gaan lezen of gebruiken. Bij het scannen van die QR-code, dan wordt de route dus geopend. We gaan ervan uit dat je dat toch vooral met smartphone zal doen. Dan wordt die geopend in de mobiele website of als je die geïnstalleerd hebt staan, de app van Routio. Dat doet mij eraan denken dat ik jullie er graag even op attendeer dat wij sinds vorige week een nieuwe app hebben, een native app zoals we dat noemen. Die kan je hier, als je via het hoofdmenu naar installeer de route-app gaat, dan kom je hier op deze pagina terecht met een directe link naar de Google Play Store, heb je een Android-toestel, of naar de App Store, mocht je met een Apple-toestel werken. Daar kan je de app gaan downloaden. Bij die nieuwe Routio-app zetten we vooral in op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Dus dit is nu echt wel een uitstekende app om mee te navigeren met aangepaste turn-by-turn navigatie, spraaknavigatie. In tegenstelling van de voorgaande web-app kan je nu ook met deze app op het terrein aan de slag, terwijl dat hij in jouw broekzak zit en dergelijke meer. Niet alle functionaliteit van op de website is ook beschikbaar in de app, want daar is zij niet voor bedoeld. Voor dat Zwitsers zakmes, zoals wij dat noemen, moet je toch nog op de website zijn. Ik ga nog even terug via die handige laatste bekeken functie naar mijn route. Om nog wat verdere informatie te geven over die afdrukmogelijkheden. Ik heb jullie de basisopties getoond, ook hoe je die makkelijk ook toegankelijk kan maken of die link kan maken tussen dat papier en die mobiele versie. Want de meeste mensen gebruiken toch nog graag beide. Bij die afdrukopties heb ik niet verder ingezoomd, maar de aandachtige kijker zal gezien hebben dat hier nog wat extra opties zijn terug te vinden bij elke afdrukbasisoptie. Ik ga die kort met jullie overlopen. Over wat soort extra opties gaat dit dan? Wel, dat gaat bijvoorbeeld over het feit dat je kan instellen op welk papierformaat jij jouw route wenst af te drukken. Ben jij een organisatie, dan zal jij misschien ook, of organiseer je als individu een evenement, dan zal jij misschien ook geïnteresseerd zijn om die route te gaan afdrukken op een groter formaat, zijnde een posterformaat. Dat kan hier perfect, je kan dat hier instellen. A3, A0, wat je maar wilt, dat kan je hier meegeven. Daarnaast kan je ook de oriëntatie van jouw print gaan bepalen. Stel dat het nu een traject zou zijn die vooral oost-west gericht is, wel, dan is het in dat geval misschien interessanter om qua oriëntatie voor een liggende versie te gaan. Je kan ook kiezen of je dan de standaard OpenStreetMap als basis neemt of de topokaart. Hier moet je wel opletten, want de topokaart die is niet vrij van gebruiksrechten. Dus die kan je niet zomaar in grote getallen gaan afdrukken en verspreiden. Daar heb je niet de rechten toe. Maar vanaf een plusaccount kan je wel een route gaan afdrukken voor eigen individueel gebruik met een topokaart als achtergrond. Verder hebben we hier ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met stijlen te gaan variëren. We hebben er een zevental. Je hebt de standaardstijl, die we dan hier al hadden gezien. Ik sleep dit nog even. Dit is de standaard kaartstijl die we aanbieden, gebaseerd op OpenStreetMap. Heel rustig, heel eenvoudig. Maar er zijn ook andere opties. Bijvoorbeeld, als ik hier kies voor accent, dan zal je zien dat dit er net wat anders uitziet. Ik ga al eens deze optie gaan downloaden. Dus ik had mijn blad gedraaid, een iets groter formaat. En ik had hier gekozen voor een andere stijl. En voilà, dan zien we het hier verschijnen.
We merken ook op dat als we gaan afdrukken in een groter formaat, dat wij ook standaard die resolutie van die bestanden gaan aanpassen, zodanig als je die afdruk maakt, dat dat zeker allemaal scherp genoeg is. Dus hier opnieuw dezelfde informatie, maar nu is mijn blad gedraaid en krijg ik hier ook naar kaart toe toch een andere stijl te zien, waar de achtergrond nog iets rustiger is of minder opvallend is en het traject daardoor iets beter gaat uitpoppen, zal ik maar zeggen. Nog zaken die je kan bijsturen, dus we hebben hier nog andere accentmogelijkheden die je kan gebruiken. Je kan ook kiezen of je bezienswaardigheden toont of niet, daar komt Pascal straks nog op terug. En dan heb je nog een aantal items van vormgeving die je kan bijsturen. Zo kan je zeggen van ik wil geen knooppunten, kilometerpalen of een profiel tonen. Of misschien wil je zelfs de titel en de straatnamen gaan uitschakelen. En dan toon je eigenlijk alleen de kaart. Je kan hier ook kiezen of je die gaat afdrukken als PDF of bijvoorbeeld afbeelding. En plaatsnaamgrootte, dat wijst zichzelf uit. Nog een laatste keer zal ik deze gaan downloaden om dan te tonen dat je eigenlijk ook puur de kaart kan gaan afdrukken in een gewenste stijl. Nu hebben we geen kleuren meer buiten het traject, hier geen titel. Opgelet, als je de titel en alles verwijdert, dan zal ook de QR-code verwijderen. Maar Pascal toont straks nog hoe je die eventueel als afbeelding toch nog kan gaan toevoegen. Dit zijn de extra opties bij de overzichtskaart. De meeste keren daarvan ook terug bij het roadbook. Met hier nog een tweetal extra opties, zijnde dat je hier ook het aantal kaartjes per pagina kan gaan bijsturen. Hier had ik, en ik sleep deze even naar vooraan. Hier zag je standaard staat het ingesteld op 6 kaartjes per pagina. Maar je kan er eigenlijk ook voor kiezen om bijvoorbeeld maar 2 kaartjes per pagina weer te geven. Belangrijk om te weten hierbij is dat je dan natuurlijk meer papier zal verbruiken dan in het andere geval. Ook hier keuze, bezienswaardigheden, knooppunten en zo meer. Ik ga dit even laten voor wat het is. Maar ik wil wel eens tonen hoe dat er dan zou uitzien mocht je maar 2 kaartjes of 1 kaartje per pagina willen visualiseren in jouw afdrukopties. En natuurlijk heeft het systeem nu iets meer tijd nodig, aangezien dat het bestand dat je gaat genereren ook wel iets groter zal zijn. Voilà, hier opnieuw het roadbook, maar nu in dit geval met op de eerste pagina 1 kaartje en vervolgens 2 kaartjes per pagina met alle nodige detail die daarbij hoort. Dus dat is nog kort ingezoomd op die extra afdrukmogelijkheden, die dus afhankelijk van het type product hier meer in meer of mindere mate ter beschikking krijgt. Hier onderaan hadden we dan nog die posterprints. In principe kan je hier bij de overzichtskaart ook jouw papierformaat kiezen, maar hier heb je dus bij de topokaart al meteen een topokaart posterprint waar we al wat instellingen voor jou klaarzetten of de Route Your posterprint. Opgelet, die opties zijn eigenlijk maar gratis beschikbaar vanaf een Route Your premium account. Ik ben hier tijdens deze demonstratie aangelogd met een Route Your premium account. Heb je een plus account, dan zal je daarvoor moeten betalen. Je kan dan 1 kaart bijvoorbeeld gaan afkopen voor zo'n 10 euro stuk. Maar vanaf een premium account zit dat ingebouwd en kan jij zonder problemen posterprints en prints voor gebruik in publicaties op grote aantallen gaan maken. Pascal, dat was het eerste deel. Als daar geen vragen rond zijn, dan graag terug naar jou voor het volgende deel. Dank je wel. Ik ga hier eventjes overschakelen naar mijn scherm. Reen, als het goed is, zie jij mijn scherm? Ja, klopt. Ja. In dit deel gaan we kijken hoe je points of interest al dan niet op de kaart kan zetten. En daarvoor begin ik graag van scratch. Als ik een routeplan, en we gaan hier niet te veel in detail in de routeplanner, maar ik kan hier kiezen om bijvoorbeeld een wandel route uit te stippelen via wandelknooppunten. Ik ga daarvoor eens in de buurt van Goik gaan plannen en ik ga hier eens een route plannen langs het knooppuntennetwerk in de buurt van Leerbeek en ik ga hier stoppen. Ik wil graag nog langs daar gaan en dan heb ik hier mijn eerste wandeling. Als ik deze wandeling opsla,
Dan ga ik die de gooiwandeling noemen. En dan ga je zien dat daar automatisch points of interest bij komen. Ik laat die eventjes bewerken. Hier is mijn titeltje, gooiwandeling. In fase 1 zie ik dat Routier nog geen points of interest heeft bijgezet. Als ik na een paar seconden refresh, en dat heb ik nu gedaan, dan zie je dat Routier daar een aantal points of interest gaat bijzetten. Nu, je hebt een aantal mogelijkheden om die points of interest, als je die wenst, al dan niet af te drukken op de kaart om daar manipulaties rond te doen. De meest drastische is dat ik via het knopje bewerken ga en dat ik daar zie je een aantal opties wat ik allemaal kan doen met die route. Dus een hele reeks opties. We gaan het eventjes hebben over bezienswaardigheden verwijderen. Als ik ze nu verwijder, dan zal de informatie ook weg zijn. Het is misschien wat druk met het knooppuntennetwerk, dus ik ga het knooppuntennetwerk eventjes uitzetten. Dan zie je het iets beter. Dus hier zie je nu de route zonder bezienswaardigheden. Vanzelfsprekend, als ik nu de opties van afdrukken, roadbook, gids, dan ga je zien dat op het overzichtskaartje er natuurlijk geen points of interest zijn, of in het roadbook ook geen vermeld worden, omdat er simpelweg toekoer geen points of interest op de route te vinden zijn. Tweede stukje, ik zou nu toch graag digitaal wel points of interest op mijn route zetten, maar ik wil dat niet bij de afdruk hebben. Hoe doe je dat? Wel, op net dezelfde manier kan ik bij bewerken niet alleen bezienswaardigheden verwijderen, ik kan ze ook toevoegen. Ik ga nu eventjes op toevoegen klikken en deze module laat jou toe om heel specifiek te bepalen welke soort points of interest zal ik nu toevoegen. Ik ga kiezen voor een tiental, maximum een tiental points of interest, waarvan ik de auteur ben, maar ook anderen de auteur zijn. Ik kan enkel kiezen voor mijn points of interest in dit geval. En hier kan je ook nog de afstand tot de route. Het is een wandelroute, dus meestal kies ik dan 100 meter, dat die niet zo ver van de route zijn, want ik wil toch geen 1 kilometer omwandelen om die te bereiken. En als je wenst, maar dat is voor een andere keer, kan je heel specifiek nog filters instellen om te zeggen, ja, maar het mogen alleen points of interest zijn met het thema natuur, geschiedenis enzovoort. Dat ga ik nu niet kiezen, die filter. Ik ga gewoon bevestigen. Dus ik verwacht 10 points of interest die 100 meter maximaal van mijn route liggen. Ik ga dit bevestigen. En nu ga je zien dat je wel degelijk points of interest erbij krijgt. Ik ga nog eventjes die achtergrond knooppunten wegklikken, zodanig dat je de points of interest goed gaat zien. Dat kan een referentiekruisbeeld zijn. Gemeentehuis van Gooik vind je hier terug. De IJzeren Man vind je hier ook terug op die route. Het is trouwens een prachtige route die ik je zeker kan aanraden, dat traject. Hier heb ik nu een route. Ik wil dat graag digitaal met points of interest houden, maar in mijn afdruk wens ik een overzicht af te drukken zonder die points of interest. Dan, zoals Reen liet zien, heb je daar meer opties. En bij die meer opties kan ik hier nu zeggen: toon deze niet mijn bezienswaardigheden op mijn route en ga nu gaan afdrukken. En op die manier kan je al dan niet points of interest bij jouw afdruk gaan laten zien. En ik ga dat eventjes laten zien. Dus hier zie ik nu, ik krijg hier wel mijn knooppunten, maar geen points of interest. Had ik het omgekeerde gedaan, dan zou ik ook wel de points of interest daar op die afdruk gezien hebben. Dus daar kan je zelf gaan manipuleren hoe je dat wenst te doen. Reen, dan ga ik graag over naar het volgende stukje, jouw print branding. Ja, ik ga daarvoor mijn scherm delen. Zo, kan je mijn scherm zien? Ja, super. Goed, in het volgende deeltje ga ik inderdaad wat verder ingaan op print branding. Als we spreken over print branding, dan is dat eigenlijk ook gekoppeld aan een premium account en hoger. En dan gaat het over een promologo en een promobanner. Laat me dat eerst even meteen tonen aan de hand van een voorbeeldje. Ik ga een route zoeken. Ik
ik ga hier even mijn filters wissen en ik ga even naar een ander, naar een partner zoeken, naar wielerverhaal bijvoorbeeld. En ik klik hier op de eerste route door. Hier zien we al verschijnen dat zij een header en een logo hebben, wat een indicatie is dat het hier om een professionelere account gaat. En nu kan ik hier die route bijvoorbeeld gaan afdrukken in een overzichtskaart. Als we dat doen, dan zien we dat naast de standaardkaart hier nog extra items verschijnen. Wat zien we hier verschijnen? Wel, je hebt hier enerzijds het logo bovenaan. Dit kan je invulling geven via het promo-logo. En hier onderaan heb je dan nog een banner. Dit kan je invulling geven via de promo-banner. Goed, hoe kan je dat nu zelf doen? Wel, ik ga hier even naar mijn routekanaal, maar ik kan eigenlijk meteen specifieker naar mijn profielpagina gaan. Hier op mijn profielpagina heb ik het onderdeeltje openbare gegevens. Hier kan ik informatie over mezelf aanvullen, wat dan verschijnt bij mijn kanaal of bij mijn content. We zien hier mijn avatar die overal verschijnt, mijn logo die verschijnt bij mijn content. En de header die ik had ingesteld. En dan hieronder zien we promo-logo en promo-banner verschijnen. Op dit moment, als ik naar mijn routes ga en ik druk hier de eerste bijvoorbeeld af, de overzichtskaart downloaden, dan zullen we zien dat daar uiteraard standaard niets op staat. Eventjes wachten, downloaden en dan zien we, oké, hier heb ik dan mijn kaartje, heel netjes. Maar dus geen branding van mezelf daarop. Ga ik nu terug naar mijn profielpagina, openbare gegevens, dan kan ik hier bij promo logo en dan doe ik hier choose file. Dan ga ik naar afbeeldingen test bijvoorbeeld en dan kan ik hier zeggen: oké, ik heb hier voor mijn evenement een logootje. Dat kan bijvoorbeeld dit expeditielogootje zijn. En ik heb ook een promo banner gemaakt. Dat kan een banner in zijn geheel zijn, maar ik kan bijvoorbeeld hier een banner wetter maken, of ik kan ook een banner maken die eigenlijk een combinatie is van mijn sponsors. En op die manier kan ik zorgen dat ik een routeposter heb straks met daarop mijn sponsors. Verder is het zo eenvoudig als dit bevestigen. Ga ik nu terug naar mijn routes. Dan zal je zien bij eender welke route die ik hier uitkies, dus zowel die route van daarnet, maar ook bij andere routes, als ik hier terug naar afdrukken van bijvoorbeeld overzichtskaart ga, dan zal je zien dat daarop het promo-logo en de promo-banner verschijnen. Ik ga dit downloaden en daar hebben we het resultaat. Hier linksbovenaan zie ik mijn promo-logo terug en hier onderaan heb ik dan mijn banner met daarop mijn verschillende sponsors. Je ziet, dit was de eerste versie. En dit is dan de versie met je eigen branding erop. Die branding, dit is dus eigen aan jouw kanaal. Als je dat gaat instellen, gaat dat verschijnen bij elke route die jij gaat aanbieden. Dus ook bij deze route, als ik hier kies voor overzichtskaart, zullen die twee items verschijnen. Opgelet, het promo-logo en de promo-banner verschijnen niet standaard bij elke printoptie zomaar mee. We gaan bijvoorbeeld niet bij het routeboek op elke pagina per se een logo laten verschijnen, zoals we dat ook niet in de gids zullen doen. Dus ga dan even kijken waar je dat wel of niet ziet verschijnen. Je ziet dus, ik had hier een andere route aangeklikt en ik krijg hier diezelfde branding. Keer ik nu nog even terug, via laatst bekeken, naar dat eerste traject, zigzag door Rijkenvelde. Wel, wat ik hier ook nog aanvullend kan doen om mijn printbranding bij te sturen, is dat ik bijvoorbeeld kan zeggen: oké, ik wil dit traject nu nog een ander kleurtje geven. Dus ik heb hier basis en ik wil hier mijn traject misschien mee de gele kleur of zo geven. Of die blauwe of groene oranje kleur uit mijn logo. Hoe doe ik dat? Wel, daarvoor moet ik hier eigenlijk het traject gaan bewerken. En dan ga ik hier naar visualisatie. En dan word ik bij mijn basisgegevens meteen naar het onderdeeltje visualisatie gecatapulteerd. Hier heb je de optie lijnstandaard. De andere dingen ga ik even negeren. Dit heeft te maken, lijn overhangend is als je met jouw muis over een lijntje hoevert, dan krijgt het een andere kleur. Of als jij die lijn gaat aanklikken, dan gebeuren er ook zaken. Die dingen kan je hier gaan instellen.
Maar wat ik nu wil instellen is de standaardkleur waarin dit traject gaat verschijnen. Dus ik kan hier nu bijvoorbeeld zeggen, ik wil dat dit in het oranje is. Ik kan hier ook nog eventueel met de dikte gaan spelen, minder of meer dik. En ik kan hier zelfs met de transparantie gaan spelen. Ik kan dit nu eenvoudigweg gaan opslaan. Dan zien we dat dit traject al, en hier online is die transparantie niet zo handig, ook online een iets andere kleur krijgt. Maar als ik dit nu opnieuw ga afdrukken, dan zullen we zien dat ook de printversie daar wat bijgestuurd wordt en dat nu ook hier het kleur van het traject wordt meegegeven. Natuurlijk, ik had een mooi oranje kleur. Ik heb mijn transparantie wat te ver opgedreven, maar hier zie je dus dankzij die transparantie wel ook die andere wegen eronder tevoorschijn komen. Dus op die manier kan je ook nog een stapje verder gaan in zaken de visualisatie en eventuele branding naar kleuren en dergelijke meer toe. Deze printbranding die ik nu heb aangetoond via dat promologo en promobanner, die je hier via je openbare gegevens kan bijsturen vanaf een premium account. Dat kan je dus allemaal zelf doen. Maar we hebben ook zoiets als custom print branding. Dan ga je eigenlijk nog een stap verder. Daarvoor moet je natuurlijk Rootju zelf, allez, moet je natuurlijk, kan je Rootju zelf gaan inschakelen. Daar is ook een kost aan verbonden. Een eenmalige instelkost en dan een jaarlijkse wederkerige kost. Maar laat me even demonstreren waarover dit dan gaat. Je kan die printbranding op twee vlakken gaan bijsturen. Enerzijds de omkadering bijvoorbeeld. Kies ik hier bijvoorbeeld een clubaccount van een Wandelsport Vlaanderen club bij en ga ik hier even bij hun routes bijvoorbeeld deze stadswandeling in Waregem gaan afdrukken. Kies ik de overzichtskaart. Dan zal je zien dat zij een net iets andere kaart krijgen. Ik ga dit gaan downloaden. En dan ziet dat er zo uit. Dus zij hebben hier de omkadering van hun traject wat bijgestuurd. Standaard heb je normaal gezien hier zo de titel en die praktische informatie. In dit geval krijgen we hier hun logo en hun kleuren ook net als het hoogteprofiel in aangepaste kleuren te zien. In die custom brand branding kan je eigenlijk nog een stap verder gaan. En dan kan je zelfs ook de kaart zelf gaan bijsturen of laten bijsturen. Ik ga nog even terug naar onze partnerkanalen. Ga ik hier even naar Passar. Ik kies hier naar routes. En dan kies ik hier het eerste traject opnieuw afdrukken. We weten ondertussen heel zeker waar we die afdrukopties kunnen terugvinden. Downloaden. En dan zie je hier dat Passar nog een stapje verder gegaan is. Dus ook hier die omkadering in aangepaste kleuren. Maar ook de kaart zelf is anders. Dus in dit geval, elke kaart die je afdrukt vanaf een Passar-account, die zal er in deze felle kleuren ter beschikking zijn, aangepaste kleuren van de kaart zelf, van het traject zelf. Dit is een voorbeeldje. Ik heb nog een ander voorbeeldje. Bijvoorbeeld, en dan ga ik nog eens terug naar onze partnerkanalen, werken wij ook samen met Peloton, die onder andere mee achter Proximus Cycling Challenge zit. Ook hier een beetje hetzelfde systeem als ik hier ga afdrukken. Ah nee, deze route is niet publiek. Ik moet een andere nemen, bijvoorbeeld. Deze van de Eename Classic is wel al publiek beschikbaar. Als ik die ga downloaden, dan zal je zien dat ook hier een heel aangepaste branding is gebruikt. Hier volledig ook afgestemd op posters die ze willen maken. Opnieuw hier banner, altijd die QR-code, aangepaste kleuren. Ook de kaart is veel rustiger. Ook het traject zelf in aangepaste kleuren die volledig afgestemd zijn op de kleuren van de organisatie. Dus op deze manier, als ik die kaart nu heel netjes ga afdrukken op A0, kan ik tijdens mijn evenement zelf een heel mooie bord maken met daarop de posterafdruk van mijn traject of trajecten die ik ga aanbieden tijdens die dag. Zo, Pascal, daarmee heb ik denk ik het stukje custom en standaard print branding afgehandeld. Terug naar jou voor het volgende. Dankjewel. In dit deeltje gaan we zien hoe je een kaartje van Rootju nog verder kunt gebruiken om ofwel een aangepaste versie van die kaart te maken, met daar nog bijvoorbeeld sponsorinformatie bij of andere items die je er wil opzetten. En we gaan ook kijken hoe je dat in een boekje kan gaan bundelen. Daarvoor keer ik terug naar een route die ik zo net gemaakt heb
En daarvoor ga ik naar laatst bekeken. En ik heb hier een route gemaakt, fietsen door de oorlog. En ik zou dat graag, daar zou ik graag een gidsje van maken. En ik zou deze route in een aangepaste layout in mijn boekje willen zetten. Hoe ga je te werk? Je klikt op de afdrukoptie. Bij de afdrukoptie wil ik een overzichtskaartje. Ik zie dat het landscape beter geschikt is dan portrait in dit geval. Dus ik kies voor liggend. En ik ga naar de meer opties gaan om dan als stijl een retro-stijl te kiezen. Dat past bij het onderwerp. Dus ik kies voor een retro-stijl. Ik wens geen hoogteprofiel. Het is daar vrij vlak in de buurt. Dus ik ga het profiel laten wegvallen. En de points of interest ga ik nu eens laten staan. Daar juist heb ik ze aangepast dat ze weg waren. Dus dit ga ik nu eventjes laten staan. En bij uitvoerformaat kies ik in plaats van PDF, wat een klassiek uitvoerformaat is, naar afbeelding. Nu, de reden waarvoor ik afbeelding kies, is omdat heel wat pakketten, eenvoudige pakketten, toelaten om die afbeeldingen makkelijk te integreren. En dat laat ik u zo dadelijk zien. Ben je meer geavanceerde gebruiker en gebruik je Adobe Illustrator en dat soort zaken, opteer dan zeker voor een PDF, want dan is al die informatie die je hebt in kaartlagen opgedeeld die je individueel kan manipuleren. Ik kies voor de eenvoudige versie, afbeelding. Ik wil daar een boekje van maken en ik kom daar straks op terug. Ik wil dat royaltyvrij kunnen gebruiken. Ik heb daar recht op, omdat ik een premium account heb. En daarom kan ik royaltyvrij een kaartje maken, wat wil zeggen, ik mag dat boekje dan verkopen. Ik heb daar de rechten op. Ik klik op download en dan wordt het kaartje gegenereerd. En zoals ik gevraagd heb, wil ik een afbeelding of een rasterkaart. En hier is die dan. Hier is mijn rasterkaart in retro-stijl. Ik ga met mijn rechtermuisknop en ik ga die afbeelding kopiëren. Je zou ze ook kunnen opslaan. Ik ga ze al rechtstreeks kopiëren en ik keer nu naar een Google Doc. Werk jij liever niet in Google Docs, maar in Word? Dat kan ook. Ik heb hier een Google Doc gemaakt met al een titelpagina voor onze club, onze mooiste clubtochten. Ik heb al één wandeling erin geplaatst en ik zou nu ook graag nog een fietstocht erin plaatsen. Dan ga ik naar rechtermuisknop en dan ga ik gewoon op plakken en dan zie je hier dat ik mijn route daar ingekleefd heb. Nu kan ik daar nog van alles gaan bijschrijven, de uitleg en de tekst van die fietstocht. Hier zie je al een QR-code. Stel dat jij nu enkel de kaart wil, ja, dan kan je dit ook gaan manipuleren hierin. En dan kan je, sorry, dat is eventjes de verkeerde die ik vast had. Dan kan je hier gaan dit zwart lijntje gaan nemen en dan zeggen van ik wil enkel de kaart zelf en die header hoef ik niet te hebben als informatie. Dus dat zijn kleine manipulaties die je hier nog kan doen op de kaart. Let wel, de informatie van de copyright moet steeds aanwezig zijn, anders ben je niet legaal bezig en dus dat moet correct gebeuren. Dat is de copyright rond de partij die achter deze kaart zit, dat is inclusief Fruitu, maar ook OpenStreetMap en zo verder. Dus dat staat hier al netjes afgebeeld. Dus dit afknippen is zeker niet toegestaan. Dan, dus zo kan je er nog een paar andere doen en zo kan je jouw eigen boekje maken met allerlei informatie en dat boekje te koop gaan aanbieden bijvoorbeeld. Als jij die royaltyvrije kaart kan afdrukken, dan mag dat wel. Ik kom straks nog verder terug op die royaltyvrije kaart. Nu had ik graag deze kaart nog verder gemanipuleerd in een posterformaat. Daarvoor neem ik eventjes een ander pakket. Dat is Google Draw. Dat is ook een gratis pakket. Werk jij met liever iets anders? Ik ga eventjes dat zoeken op Google. Dus je kan zoeken op Google Drawing. Maar dat mag gelijk welk ander pakket zijn. Dit is een gratis pakket van Google, dus daarom dat ik het toon, dan kan je zo gaan gebruiken. Ik start het hierop. Je krijgt hier een wit canvas of een blanco canvas waar je nog zaken kan opzetten. Zoals daarnet kan ik hier ook kleven. Ik heb de kaart al gekopieerd, dus die zit nog in het geheugen. Dus ik kan op plakken selecteren en hier heb ik nu die kaart. Wil ik daar nog allerlei zaken gaan op aanduiden? Bijvoorbeeld, hier heb je allerlei
trucjes om pijltjes gaan aan te geven. Ik kan hier een pijl gaan aanduiden en zeggen, dit is ons startpunt. Ik kan daar een tekstje bij schrijven en ik kan hier een startpunt aangeven. Dus je snapt het, je kan hier heel wat informatie gaan bijzetten. Wil je hier nog graag een foto afbeelding van op mijn computer gaan opladen, dan kan dat ook. Ik kan hier een kleine foto gaan bijzetten. Wil je daar een logo van jouw sponsor gaan bijzetten, dan kan je dit hier nog volledig gaan manipuleren in de layout zoals jij dat wenst. Zoals je hier ziet in deze versie, ik kan die groene lijn niet loskoppelen van de kaartlaag. Voor mensen die vertrouwd zijn met Adobe Illustrator, daar kan je de PDF wel gaan manipuleren en dan kan je die groene lijn gaan loskoppelen van de achterliggende kaartlaag, zodanig dat je iets verder kan gaan manipuleren. Dit kan ik hier niet in dat eenvoudig pakketje, maar je ziet het, je kan hier al heel wat. Je kan daar jouw eigen titel, je kan daar ook die net hetzelfde doen. Ik wil nu enkel de kaart hebben zonder die header. Dus je kan hier alles gaan manipuleren in zo'n pakketje zoals Google Drawings. En dit kan je dan laten afdrukken op posterformaat of op het formaat dat je wenst. Of je kan dat weer in zijn geheel gaan integreren in jouw Word-document, om dan een volgend dingetje te maken in jouw bundel, in jouw boekje. Dus dat laat maar zien wat de kracht is om enerzijds een pakketje zoals Routu te gaan gebruiken met een ander pakket waar je dingen kan gaan aan koppelen. Reen, dat brengt ons bij het volgende topic. Ja. Namelijk, ik heb hier nu één route. Hoe kan je nu meerdere routes op één kaart zetten? Ja, ik ga daarvoor terug mijn scherm nemen. Zo, je kan mijn scherm zien, Pascal? Ja. Ja, perfect. Oké, willen we meerdere routes gaan visualiseren op één kaart, dan moet je eigenlijk een beetje een stappenplan volgen. De eerste stap daarin is dat je routes gaat maken, routes plannen op Routu. Dat kan je hier via plannenroute, makenroute. Je kan een route gaan uploaden en bijwerken. Ik ga daar specifiek nu niet verder op ingaan, want dat doen we in andere webinars rond basisgebruik voor de planner of misschien de meer geavanceerde opties. Dat kan je perfect via onze webinars of via ons YouTube-kanaal nog eens gaan nakijken. Maar heb jij zelf routes gemaakt, dan kan je die gaan terugvinden bij mijn routes. En ik ga hier nu even inzoomen op Assenbroek, bij Brugge. Daar heb je de Assenbroekse Meerse. En hier heb ik een zestal routes die ik heb. Maar hier zie je dat ik een verkenningsrondje. Ik heb hier een rondje Assenbroekse Meerse 7,3. Assenbroekse Meerse tocht 10,8. Stel dat ik nu die trajecten op één kaart wil visualiseren. Ik heb die nu gemaakt. Wat is dan de tweede stap? Wel, de tweede stap is dat ik die ga bundelen in een groep. En om die te kunnen bundelen in een groep, wel, daarvoor moet ik eerst een groep gaan aanmaken. Dan kan ik hier via het hoofdmenu en dan kies ik hier bij groepen, voeg een groep toe. Je komt hier dan op een pagina terecht waar je basisgegevens kan ingeven. Ik kan hier nu een naam geven. Stel dat ik wandel-event Assenbroekse Meersen wil gaan inrichten, dan geef ik dat hier gewoon als titel mee. Je kan hier ook een type meegeven. Dat is nu op dit moment niet zo belangrijk. We houden dat hier op algemeen. Je kan hier ook nog andere dingen gaan instellen. Privé, publiek, mag iedereen lid worden. Maar dit is eigenlijk ook meer van toepassing als je dit wil gaan gebruiken in relaties tot verzamelingen van routes voor evenementen, mensen en leden gaan verzamelen. Ook dat leggen we uit in een andere webinar. Hier kan ik dan een beschrijving meegeven van mijn groep en ik kan hier ook een avatar en een logo aan koppelen. Stel dat ik hier zeg: oké, voor mijn wandelevenement kies ik hier deze avatar. Ik kan dan wat uitzoomen zodanig dat die twee persoontjes hier alle twee erop staan. Idem voor het logo. Ik kan daar hier ook eventueel hetzelfde logo gebruiken. Een beetje uitzoomen mocht ik dat willen. En je kan hier ook nog de visualisatie van de groep gaan bijsturen. Wil je dat de routelijnen worden meegegeven en dergelijke meer? Dat kan je hier gaan instellen, maar dat is hier in dit geval voor de afdruk nu niet zo belangrijk. Dan kan ik dit gaan bevestigen en dan heb ik hier mijn groep Wandel-event Assenbroekse Meersen.
Goed, ik ga dit even verwijderen, want ik ben hier te snel. Heb je een groep gemaakt, dan kan je die hier via persoonlijk menu mijn groepen gaan terugvinden. Nu niet verward geraken, want ik had hier eigenlijk al mijn groepje aangemaakt, hier zelfs al in verschillende talen. Maar dus via jouw persoonlijke menu, mijn groepen, kan je jouw groepen gaan terugvinden. Oké, ik heb mijn trajecten, ik heb mijn groep. Hoe kan ik nu de volgende stap uitvoeren? Zijnde die routes gaan koppelen aan die groep? Ik ga daarvoor terug naar mijn routes. En die heeft niet onthouden dat ik wil inzoomen op Assebroek. Dan gaan we dat nog even doen. En ik wil hier nu bijvoorbeeld Assebroekse Meerse tocht 7,3 kilometer gaan toevoegen aan die groep. Ik ga hier naar die drie puntjes. En ik zeg, ik wil echt niet het traject bewerken op die manier. Ik ga dit aanklikken. En als je dit hebt aangeklikt, kan je wel naar bewerken gaan. En dan heb je hier klassificeren. Als je klikt op klassificeren, dan kan je kenmerken en thema's aan jouw route koppelen. Maar dan kan je die ook hier via deze weg gaan toekennen aan groepen. Je kan gaan zoeken op zoekterm, maar je kan ook zeggen, toon mij gewoon meteen al mijn selectie van eigen groepen. En ik heb er nog niet zo heel veel via mijn premium account. Dus ik kan hier dan makkelijk mijn wandelevent Assebroekse Meerse gaan activeren. Ik kan dit nu zien dat dit traject gekoppeld is aan die groep door hier naar groepen te gaan. En dan zie ik hem hier staan. Ik kan hier ook heel gemakkelijk naar die groepspagina gaan. En nu zien we, als we naar die groepspagina gaan, dat hier nu ondertussen wel degelijk al één traject aangekoppeld is. Goed, we gaan nog eens terug naar mijn routes. En dan ga ik hier terug een beetje inzoomen. Hup, naar Assebroek meer. Zo, om mijn route gemakkelijk terug te vinden. Dan heb ik hier de Assebroekse Meerse tocht 10,8 kilometer. Als je hier op bewerken klikt, dan kom je direct in de basisgegevens terecht. Dat wil je niet, want je wilt hier naar bewerken klassificeren, groepen, mijn eigen groepen. En dan hier wandel-event Assebroekse Meerse. Ik kan die dus daar terugvinden, maar ik kan dus ook gewoon naar mijn groepen gaan. Of je kan ook via het hoofdmenu zoeken op groepen zoeken groep. Je hebt hier dan ook filters. Dan kan je zeggen, ik wil naar mijn groepen. Of je kan hier ook bijvoorbeeld wandel-event ingeven. En dan kan je zeggen bevestigen. En die combinatie zou er ook moeten voor zorgen dat je kan filteren naar jouw groep. We zien nu dat hier niet één, maar twee, twee trajecten aangekoppeld zijn. Hoe kan ik nu van deze groep routes een afdruk maken? Wel, hier bovenaan heb je een aantal knoppen. Die tweede knop gaat over het downloaden afdrukken. We hebben hier één afdrukmogelijkheid, een overzichtskaart van de groepsafdruk. Als we dit gaan aanklikken, hetzelfde principe, openklikken. En drukken op downloaden. Het systeem gaat nu aan de slag. En na een aantal seconden kan ik hier mijn groepsafdruk gaan downloaden. We zien hier, ik zit hier nog altijd met mijn print branding die ik had ingesteld. Hier hebben we nu natuurlijk wat minder praktische informatie, want we geven dit niet van beide routes mee. Wel door wie die is aangemaakt. Opnieuw de QR-code en hier nog mijn promologe en promobanner. Op dit moment worden hier standaard wat kleuren aan toegekend, maar eigenlijk vind ik dat mijn trajecten hier niet zo heel goed uitkomen. Ik kan dit nu nog gaan bijwerken. Ik kan ook hier de visualisatie van mijn trajecten gaan bijsturen. Ga ik daarvoor terug naar de infoknop en dan kies ik hier bijvoorbeeld, oké, dit is mijn kortste traject, dit is mijn langste traject. Ik zal misschien beginnen met het bewerken van mijn langste traject. Dan ga ik hier naar het onderdeel visualisatie en dan kan ik hier de kleur bijsturen. Stel dat ik hier bij mijn langste traject zeg ik wil het in deze kleur. En ik zou ook graag met die lijndikte spelen. En het is standaard zo dat als je bij een groepsafdruk lijndiktes gaat instellen, dat het traject of de routelijn met de grootste dikte, dus het dikste traject, automatisch onderaan op je kaart verschijnt, zodanig dat de dunnere trajecten er telkens bovenop komen. Dus stel dat ik hier nu zeg, ik wil dat die 6 pixels geeft. Ik zou hier nu nog kunnen de transparantie instellen, maar dat hoeft niet per se, dat kan ik ook gewoon zo laten. Ik ga dit bevestigen. Dan zie ik dat mijn traject hier ook een beetje een
zijlijntje krijgt. Ik ga eens die wandelknooppunten en het geërnetwerk gaan uitschakelen. En dan zien we hier die kleur ook wat verschijnen, zeker als ik ga inzoomen. Goed, ik ga nog even terug via laatst bekeken naar die groepspagina. En dan ga ik hier nog eens dat tweede traject ook gaan bijsturen. Kan ik zeggen, ik wil dit bewerken. Ik ga naar het onderdeeltje visualisatie. Kies ik hier nu bijvoorbeeld een gele kleur en kies ik hier voor een pixeldikte van 3%. En dan ga ik dit bevestigen. Ook hier nu weer ga ik terug naar laatst bekeken deze groep. En ga ik nu nog eens de groepsafdruk maken. Dus naar dit pijltje, downloaden, afdrukken. Hier ga ik hem afdrukken, overzichtskaart. En die gaan we dan gaan downloaden om die straks eventueel naar mijn printer te sturen. Het systeem gaat opnieuw aan de slag. Ik kan deze downloaden en je ziet dat dit er nu al heel wat anders uitziet. Hier hadden we de automatische kleuren. Hier heb ik die kleuren zelf ingesteld. En daar wordt ook rekening gehouden met mijn lijndikte. Dus hier zien we hoe die smallere gele lijn perfect bovenop mijn dikkere roze lijn gelegen is. Hier niet. Hier wijken de beide trajecten van elkaar af en zie ik enkel de gele lijn. Dus op die manier kan je eventueel ik heb het wat, deze kaart met meerdere routes gaan bijsturen, nog naar je hand zetten, door die visualisatie aan te passen. Ik toon hier ook nog even, ik kan hier nog meer trajecten aankoppelen. Je kon hier ook zien, als je naar die drie puntjes gaat, dat je hier ook terug heel makkelijk een traject kan onkoppelen van een groep. En dus ook die dan uitsluiten van de groepsafdruk. Dus meerdere routes op één kaart, daarvoor heb je een stappenplan. Je maakt de gewenste routes aan. Je gaat een groep aanmaken. Je gaat die routes aan die groep koppelen, dus ze verzamelen in die groep. En dan kan jij een groepsafdruk maken. De visualisatie van die groepsafdruk kan je bijsturen door de visualisatie van elke route afzonderlijk te gaan bijsturen. Zo, Pascal, dat was het onderdeeltje meerdere routes op één kaart. Goed, dan heb ik nog twee onderwerpen die ik graag toelicht. Een eerste onderwerp is: hoe zit dat nu met die royaltyvrije kaarten? Wat mag en wat mag je daar allemaal niet mee doen als je geen royaltyvrije kaart hebt? Ik laat het eerst eventjes zien aan de hand van een voorbeeldje nog. Ik ga naar mijn laatst bekeken route van daarnet fietsen door de oorlog. En je ziet daar bij die afdrukoptie, ga ik eventjes een overzicht nemen. En bij de meer opties zie je dat daar een optie is royaltyvrij. Nu zal je zien, ik kies voor de OpenStreetMap kaart gecombineerd met de route-layout, dus je kan daar royaltyvrij kiezen. Ik ga eventjes een ander voorbeeld geven. Ik pak de topokaart en dan zie je dat het gebruik enkel persoonlijk is. Nu, de topokaart, in dit geval is dat de topokaart van het NGI waar het op afgedrukt wordt. Ja, daar hebben wij geen rechten op om aan jullie door te geven. Dus jij kan zomaar niet de topokaart van België gaan afdrukken in een eindeloos aantal toepassingen. Dat mag niet van het NGI. Wat wij wel kunnen aanbieden, is bij die afdrukoptie zeggen van ja, wij hebben een eigen versie op basis van OpenStreetMap. Waar we wel de royaltyvrije rechten kunnen aanbieden. Dus hier ga je zien dat het wel kan. En dat wil zeggen dat je dit niet alleen voor persoonlijk gebruik kan gebruiken, maar ook voor bijvoorbeeld commerciële toepassingen of simpelweg oneindig uitdelen. Dus jij kan hier nu een afdruk maken en die afdruk kan jij te koop aanbieden en dat mag jij doen. Dus daar hoeven wij geen extra centen voor te krijgen of je moet dat met niemand gaan delen. Dus dat wil die royaltyvrije kaart zeggen. Nu, dan is de vraag, ja, maar persoonlijk, wanneer verandert nu van persoonlijk naar royaltyvrij? We hebben zo'n vuistregeltje: als je niet meer dan 10 kaartjes afdrukt voor familie en vrienden of voor je clubje, ja, dan hoef je daar geen royaltyvrije toepassing voor te hebben. Als dat meer dan 10 kaarten is en je gaat dat gaan verkopen, zeker, dan moet je best wel voor die royaltyvrije versie gaan, want anders ben je niet legaal bezig. Maar die royaltyvrije versie, die heb je dus met zo'n premium account. Dus dan met een premium account dek je dat volledig af.
En dan kan je eindeloos veel kaartjes gaan afdrukken in een boekje, zoals ik daarnet liet zien, dat boekje te koop aanbieden. Dan is dat netjes afgedekt. Dus dat is het verhaal rond royaltyvrij. Heb je daar twijfels over of vragen over? Stuur altijd een mailtje naar info@roetje.com en dan helpen we jullie daar zeker verder mee. Iemand vroeg daarnet nog, kan ik dan zo'n groepsprint, kan ik dat ook met een plus-account? Het antwoord is wat Reen daarnet liet zien, ja, dat kan je ook met een plus-account. Dus voor vrienden- en familietoepassingen mag jij dus meerdere routes afdrukken op zo'n kaartje voor beperkt gebruik. Ga je daarmee commercieel de tour op, dan kan je technisch wel met zo'n plus-account dat gaan doen, maar dan ben je niet legaal bezig als dat voor grote oplages is, lees of hoor meer dan 10, of als je het commercieel wenst aan te bieden en die kaarten wenst te verkopen. Ik geef graag nog een uitsmijter. Dat is een toepassing die ik je graag laat zien, waar we voor een commerciële partij, of liever een professionele partij zoals Visit Brussels, de toeristische dienst van Brussel, een kaart gemaakt hebben. Alles wat ik laat zien, dat kan je eigenlijk technisch zelf gaan doen met het volgende wat ik je laat zien. Maar je zal snappen dat dat behoorlijk wat werk is. Nu, voor Visit Brussels hebben we zo'n kaart gemaakt. Dus dat zie je hier met zo'n kaartlaag aan de voorkant. Met knooppunten erop en routes erop, met ook een layout. Dus dat hebben we eigenlijk allemaal gedaan met de technieken die we je daarnet lieten zien, maar iets geavanceerder. Dat begon met een selectie van toproutes te maken in Brussel. Die zijn dan gebundeld geweest, waar we dan eerst een voorpagina gemaakt hebben en waar we dan een combinatie gemaakt hebben met die routes op een knooppuntennetwerk van Brussel te maken. Dus dat knooppuntennetwerk hebben we aangeboden. We hebben ook een paar frontscreens gemaakt, zoals je hier kan zien, zodanig dat die ook plooibaar was op een grote achterflap. Hebben we dan de kaart gezet met de knooppunten erop en dan de thematische routes. Je begrijpt van de demo's die we daarnet gegeven hebben, dit kan je ook zelf gaan maken. Je kan zo'n eigen layout en legende gaan maken. Hier zie je nog eens een detail van de knooppunten en de themaroutes die we daar bovenop gezet hebben, met als combinatie van knooppunten en themaroutes die je dan kan combineren. Op de achterkant hebben we dan de routes individueel gezet met die QR-code. Die heb je daarnet ook al gezien. Als je die QR-code scant, kom je op je smartphone uit en kan je direct de route gaan afrijden. Er is daar nog een mini-kaartje bij gezet. Je snapt het, al de bouwstenen heb je daarnet ook gezien. Wens je daar fotootjes bij te zetten, hebben we hier ook gedaan. Maar dat is natuurlijk met een iets geavanceerder pakketje geweest dan met een Google-documentje. Maar dat is eigenlijk het basisprincipe waar ik hoop dat je snapt dat de bouwsteentjes er allemaal in zitten. En als je daar niet toe zelf in staat bent, maar je bent een professionele organisatie, dan kan je ook beroep doen op ons om dat soort professionele toepassingen te maken. De bedoeling van vandaag was om jullie zeker duidelijk te maken: er zit een heel gamma aan tools ter beschikking voor jou, waar jij zelf jouw prints kan tunen en gaan gebruiken voor je clubje, voor jou als individu of voor jou als organisatie om daar iets mee te gaan doen. Reen, als er geen vragen meer zijn, dan zou ik Nee, hier geen afronden. vragen. Dankjewel. Reen, jij nog eens bedankt en jullie allemaal bedankt voor jullie aandacht en veel plezier met het maken van routes en het afdrukken daarvan. Tot later. Dag.